Hey daar en welkom bij een nieuwe aflevering van Zelda The Ocarina of Time. En nu gaan we de vulkaan of de Fire Temple proberen te halen. Maar hier zijn we nu in Dead Mountain Crater. Urgh. Link, het is hier zo heet in hier, we kunnen hier niet voor lang blijven. Nou, ik heb daar zo de oplossing voor. Want, dus dan trek ik gewoon de Goron tunic aan. Dan is Link mooi rood en kunnen we mooi tegen het vuur van de mountain. Nou, en dus dan hier zo. Zo. En een heart piece. 3 pieces. Oké, nog eentje. En ik weet misschien nog wel eentje te zitten. Als ik het goed heb. Oké, naar boven dan. Ik weet echt niet wat er gebeurt als ik mezelf los zou laten vallen. Maar los zou laten vallen. Oké. Maar eens even kijken. Heb ik nog bommen? Yes! Nee! Oh wacht. Dat was het verkeerde woord ervoor. Want hier zo zit wel een crack. Maar dat kan niet als je geen bommen hebt. Nee. Oké, weer even camera. Goed. Want echt, ik ken mezelf weer. Ik val er weer vanaf. Als die kutcamera weer eens even niet goed staat. Ja. Dan ben ik gewoon ook kut. Oh, mooi. Ik dacht al, fuck maar. Ah, crap. Ah, kut. Moet ik bommen hebben? Zit er misschien wel hier zo om die steentjes? Bommen? Bommen? Ja, bommen! Bommen! Woehoe! Niet 1000 bommen in granaten, maar gewoon 5. Een reëel getal. Oké. Dus, dan nu. Pakken we onze bom. En... Oh ja, kut. We moeten hem throwen. Au. Zo. Nee. Kun je dan ernaast proberen? Zo. Nee. Kut. Kom op, 3 keer. Oh yeah. Wat? Oké, laatste keer. Nu. Ik raakte hem toch? Ik raakte dit fucking ding. Dus even misschien... Nee, dat werkt niet. Oké. Waar zitten de bommetjes? Zo. Hier zo. Daar. Ja, daar zitten de bommetjes. Zit hier nog meer bommen in? Ja hoor, nog meer bommen. Oké, nog meer bommen. Kom op. Ik wil meer bommen! Oké, maar ik heb tenminste 10, dus... Dat is wel goed. Zit hier zo wat in? Nee, ik denk niet. Nee, dat was het ook niet. Oké. En dus dan zo mooi, hier is naartoe. Dus dan pakken we de bom. Zetten we hem hier zo neer en rollen weg, gewoon boom! En dan is hier zo wat. Oh, alleen maar zo'n ding. Maar, Geronimo! Oh, Oké. Dat was nog best wel grappig eigenlijk, maar ja. En dus dan... daar is naartoe jij. Kut. Nee. Ah, crap. Oh, hallo bommen. En hallo gat. Wat zit hier in het gat? Oh, dit. Wat zit erin? Wat zit erin? Nou, awesome. Echt waar, awesome is dat gewoon, joh. Wauw. Oké. Waar zitten ze nog meer? Kijk, daar zit ook gewoon een hard piece. Gewoon zo op je te wachten van... Maar ja, 3 keer raden waar je niet bij kan. Volgens mij moet je deze wel gaan bomben, als ik het goed heb. Nu! Nee, kut.
Oh, zo moet hij wel. Navi, hou je bek. No shit. Oké, hoe de fuck moet ik dat nou weer kapot maken? Ik weet het echt niet. Zo. Kom op. Ja, want echt, net zat hij er wel naast, maar dat moet dus wel goed zijn. Oeh, kom op. Nou, weet je wat? Anders wordt deze aflevering gewoon echt hierom. Dus ik kom straks weer terug als ik die rots, ja, kapot heb. Dus tot zo. Oké, ik kon die steen dus echt niet kapot krijgen. Maar misschien werkt dit wel. YOLO, als je dat zegt toch, ja? Net niet. Of moet ik daar zo echt op het hele kleine puntje staan daar? Misschien werkt het dan wel. Ik weet het niet. Maar ja, gewoon even kijken en dan doen. Oké, dus dan hier zo staan. Hier zo en dus dan. Kom op, kom op, kom op. Yes! Oh yeah. Ik ben er. Hoe kom ik aan de overkant? Van niet zo. Daar is dit ding veel te kort voor. Kut. Ah, ik voel me nu echt zo fucking uitgenaaid. Nou, ik moet echt die steen kapot krijgen, dus alweer tot zo. Oké, en dus ik heb niet gevonden hoe je die rots moest verslaan, maar deze goos hier, zo zei ze van, ja, je moet naar de secret passage gaan. En dus toen dacht ik zoiets van, oh ja, want die zit dus helemaal hier. Ja. En dus dan denk ik van, hier zit toch geen secret passage? Oh jawel, als je deze pakt, kun je die mooi naar achteren doen. Dus dan, tada, een secret passage voor jou. En een sokje cola voor mij. Ja, oké. Maar dus. Ik kan hier ook zelf afvragen van, wat doen die twee rotsblokken hier? Nou. Oké. Misschien kan ik deze nu wel kapot maken. Nee. Nou, daar komen we dus dan wel later achter hoe dat moet. Oh, dat zijn alleen van die dingen. Oké. En hier zo heb je een paal. Ja. Kun je op de paal hoekshotten? Ja, dat kan zeker. Die hypotheker. Oké. Nee. Ja, op die paal. Dus dan. Nieuw. Boom. En dus dan. Als het goed loopt, dan. Chic! Hallo! Het is iets dat groeit met tijd. Een echte vriendschap. Oké. Een gevoel in het hart dat sterk wordt over de tijd. De passie van vriendschap is dat, ja, bla bla bla, hou je kop. Ik wil het niet allemaal vertalen. Dit liedje is geschreven voor de kracht van het hart. Luister naar de Bolero of Fire. Oké. Oké. Die gaan we ook eens even spelen. Die. Dus het is eigenlijk ding, 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 ding. Dat is echt best wel makkelijk, maar omdat hij gewoon 8 noten heeft, lijkt hij gewoon moeilijk. Nou, een mooi muzikaal duetje daar. You have learned the Bolero of Fire. Link, ik zal jullie weer zien. Oké. Dan staat ze in de brand. Wat nu? Oh nee, wacht, zij staat in de brand, maar opeens kwam er zo'n vuur. Opeens, boom, is ze weg. Ja, dat is ze. Zal je missen. En oké dan. Dus dan even deze. Oppakken en gooien. Kijken wat erin zit. Oké, Magic Meter. Bom, bom. Oké, alweer iets voor magie. Een hartjes of zoiets hebben, man. Oh, kut. Oh, mooi. Ah, crap. Nou ja, maar nu gaan we hier zo in.
Gewoon mooi naar beneden. Oké, dus dan zijn we hier. Gaan we er mooi in. Dus dan zijn we in de Fire Temple. Maar dus dan bedank jullie voor het kijken van deze aflevering van Zelda Ocarina of Time. En zoals altijd, are you?